Goedemiddag en leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe dagvlog. Het is vandaag maandag en het is 14 februari, Valentijnsdag. Ik heb de afgelopen dagen echt super weinig gevlogd, echt. Ik was eigenlijk de hele week ziek. Toen ik terugkwam, nou ja, ik kwam eigenlijk terug van vakantie. Toen heb ik nog 2 vlogs geüpload. Maar in die vlogs hebben jullie ook wel eigenlijk kunnen zien dat ik echt niet fit was. En eigenlijk best wel ziek eigenlijk, gewoon ziek, ja. En toen ben ik naar een vriend gegaan in Brabant. En die bleek dus corona te hebben. Ik zelf niet. Maar ik kan me niet voorstellen dat ik het niet had. Want ik was zo ziek. Ik had echt letterlijk alle symptomen van corona. En daarna had hij dus corona. Dus ja, ik dacht, nou, hij heeft het gewoon van mij. Maar ik heb me alleen maar negatief getest. Ook bij de GGD en zo. Dus toen ging ik daar maar even een paar dagen in quarantaine. Dat vond ik ook niet heel vervelend, omdat ik echt heel erg ziek was. En mijn ouders die zijn vandaag vertrokken naar Curaçao. Dus ik wilde die ook niet meer aansteken. Dus omdat ik daar was en ik was dus gewoon ziek, heb ik gewoon niet gevlogd. Dus ik ga vanaf vandaag gewoon lekker vloggen. Vanochtend werd ik echt wakker met borstende koppijn. Ik heb eigenlijk bijna de hele nacht ook wakker gelegen ervan. Net even ibuprofen, zeg ik dat goed? Je snapt wat ik bedoel. En wat paracetamol is naar binnen gewerkt. Het gaat nu weer eventjes oké. Dus ik denk dat ik daar maar gewoon van moet gaan leven. Het is ook 1 uur. Ik ben veel te laat mijn bed uit gegaan. Ik was eigenlijk van plan om vanochtend lekker een workoutje te gaan doen in de gym. En daar een lekker zonnebankje te bakken of zo. Beide niet gedaan, omdat ik gewoon zoveel hoofdpijn had. Ik heb dus een nieuw outfitje. Ik heb daar ook even geshopt in Brabant dus. Kijk, het is gewoon dit truitje. Maar die achterkant is zo leuk. Ik ga even kijken of ik hem kan laten zien in de spiegel. En dit is de achterkant. Leuk hè? Er staat Amy en Ivy op. En nog een flirt van de kosten. De trui komt trouwens van de Koopman in Breda. En dit is van het merk Amy en Ivy. En ik heb hem dus ook nog in een andere kleur gehaald. Het knalroze. En dit is dus de achterkant. Ik dacht wel hele leuke truitjes. Superleuk. En ik wil ook echt nieuwe flirtjes. Dus ik had even een flirtje gehaald. Ik heb ook meer flirts besteld. Die komen vanavond als het goed is binnen. Mijn haar zit echt stom. Maar het maakt niet uit. Het is vandaag Valentijnsdag, dus ik heb ook een kortingscode op de webshop. Dus ik ga lekker bestellingen inpakken strak. Eens even lekker wat eten. En hopen dat ik me de dag gewoon eventjes goed ga voelen. Dus in ieder geval veel plezier met kijken vandaag. Wel echt zonde. Ik heb de laatste dagen eigenlijk mijn webshop echt een beetje gelaten voor wat het was. Omdat ik natuurlijk op vakantie ging een week. En daarna dus eigenlijk een week in quarantaine. En ik was gewoon heel ziek. Dus het, ja, het staat gewoon echt een beetje stil. Ik heb wel een paar bestellingen van het weekend. Maar gewoon lang niet meer zoals vroeger eigenlijk. Dus daar baal ik oprecht wel van. Dat demotiveert me ook weer helemaal. En ik wilde vandaag dus gewoon echt weer de hele dag fully focus op de webshop. Maar werd ik gewoon weer zo ziek wakker. En dan denk ik, ja, wat ga ik doen? Ga ik even uitrusten? Hopen dat ik me de rest beter voel? Ik weet het gewoon niet zo goed. Maar ik heb in ieder geval heel veel nieuwe items besteld vanochtend. Die komen deze week ergens binnen. Dus dan ga ik gewoon weer lekker knallen. Dus daar heb ik echt wel heel veel zin in weer. Weer eventjes lekker te focussen op de webshop. En op de dagvlogs natuurlijk. Ik vond het echt super leuk. Het ging ook echt goed. De vakantievlogs waren ook zo goed bekeken. En gewoon de dagvlogs van thuis ook. Alleen heb ik het nu weer laten vallen omdat ik dus ziek was. Maar ja, jullie hadden het ook niet leuk gevonden hoor. Om die vlogs dan te zien. Want ik lag eigenlijk de hele dag in mijn bed. Dus dat is helemaal niet gezellig natuurlijk om te filmen. Dus ik ga er gewoon weer wat leuks van maken. Gewoon eventjes weer de focus op mijn carrière. In plaats van op het bed liggen en slapen en ziek zijn. Mijn ouders zitten nu in het vliegtuig naar Curaçao. 10 uur vliegen of zo. Maar oh mijn god, ik ben zo jaloers. Ik heb zoveel zin om op vakantie te gaan. Ook al mag ik echt niet janken. Maar hoe vaker je gaat, hoe meer het je triggert hoor. Het is zeg maar gewoon niet meer leuk om thuis te zijn. Wat een soort van gewenning worden dat je vaak gaat. Maar ja jongens, ik ga eerst lekker focussen op de webshop. Ik wil namelijk ook een kantoor. Ik weet niet of we het in de vorige vlog hebben kunnen zien. Dat kantoor gaat het worden. Eigenlijk 80% zeker dat dat hem gewoon wordt. Dat is echt top. Ik kan hem echt wel vanaf nu eigenlijk huren. Maar ik wacht gewoon even tot mijn ouders thuis zijn. Zodat hun kunnen helpen met klussen en met het verhuizen. En als ik dat nu ga doen, ja, dan wordt het gewoon niet in mijn autootje. Dus dat wordt echt heel erg leuk. Ook super leuk voor de vlog natuurlijk. Straks allemaal verhuisvlogs naar kantoor. En ik hoop gewoon dat het ook gewoon een boost gaat geven voor mijn webshop. Ja, het zou top zijn.
En er komen dus hele leuke items aan. Ik heb nu net een bestelling gekregen, dus dat is super leuk. Ik ga die straks ook lekker even inpakken. Voordat ik op vakantie ging, heb ik mijn haar geverfd bij de kapper. En normaal gesproken ben ik echt ontzettend tevreden altijd. Haar is echt mijn vaste kapper. Maar ik weet niet, op vakantie, ik was gewoon niet tevreden. Het was echt heel geel. Nog steeds, het is echt geel. En ik heb het ook al een paar keer in de silver shampoo gehad. Normaal gesproken werkt dat gelijk. Ik heb even een foto hoe het er op vakantie uitzag. Maar ik schaam me er nu gewoon een beetje voor. Of tenminste niet echt per se schamen. Maar ik vind het gewoon echt wel heel veel mooier. Als het gewoon blond is in plaats van geel. Ik heb denk ik een foto. Die heb ik volgens mij naar Daphne gestuurd. Omdat zij zei, jeetje wat is je haar geel. Weet je wel. Ik weet niet of je het hier goed ziet. Maar ik had die vlekjes in. En die waren gewoon geel. Dus ik denk, oké, nou, dan haal ik die vlekjes eruit. Dan gooi ik dat gewoon lekker in de zilver shampoo. En dan is het wel weer... Nou ja, hier kan je niet heel goed zien. Hier lijkt het ook gewoon weer wat blonder. Ik dacht, ik gooi het gewoon lekker in de zilver shampoo. En dan is het wel weer wat witter. Maar dat was dus niet zo. Dus daar baal ik wel van. Ik weet of je het goed ziet. Ik heb het nu met zin even vastgedaan. Want ik het anders gewoon niet mooi vind. Nou ja, moet ik even van gaan doen. Ik ga even lekker wat eten. Ik moet ook weer boodschappen gaan doen. Dus voor deze hele week. Normaal gesproken kreeg ik altijd nog boodschappen geld van mijn ouders. Als ze op vakantie gaan. En mijn ouders die gaan vaak op vakantie hoor. Dus ze zeggen dat doen we niet meer. Je zoekt het zelf maar uit. Nee, grapje niet op die manier. Maar ik snap het heel goed. Ik werk ook gewoon. Dus kan ik ook best even zelf betalen. Ik moet even gaan kijken wat Armin huis is. En wat er gehaald moet worden. Qua avondeten en zo. En ontbijt en lunch. Want ik ben echt gewoon heel lang niet thuis geweest. Ik denk wel 2 weken. Dus het is ook wel echt even lekker. Dat ik nu alleen thuis ben. Gewoon even... Ja, ik kan gewoon zo goed met mezelf. Ik kan zo goed alleen zijn. Dus ik ga er echt even genieten. Maar we hebben bijna niks in huis. Dus dat worden dure boodschapjes. Dus dat is weer wat minder leuk. Ik ga een broodje ei maken. Ik word net gebeld. Anoniem. Ik word de laatste tijd... ik hoop niet dat ik jullie nu op ideeën ga brengen. Want het is koud en irritant en doe het niet. Mijn nummer staat zeg maar op mijn webshop. Om met mij te whatsappen. Als je bijvoorbeeld vragen hebt over bepaalde items. En dat soort dingen. Dus gewoon. Ik sla erbij en kipfilet. Lekker. Dus mensen die gaan dat niet alleen wat zeggen van ik heb een vraag. Maar mensen gaan bellen. En niet waarvoor het bedoeld is. Heel af en toe neem ik op. Eigenlijk niet. Want mijn nummer staat er niet op voor het bellen. Het staat er echt puur op voor WhatsApp. Want ik heb echt heel erg belangst. Mensen die mij kennen. Ik haat bellen. Ik vind bellen eng. Laatste tijd werd ik wel eens gebeld met haat. Gewoon mensen die me gingen uitschelden. Zo voor de grap. Die vervelen zich gewoon. En mij boeit dat niet. Ik bedoel... ik kan er wel om lachen. Ik vind het wel vervelend dat ze me ermee lastig vallen. Maar het doet me letterlijk niks. Want ik weet dat mensen zich vervelen. En dat het gewoon kleine kinderen zijn. Die jaloers zijn of zo. Toen hebben die weer anoniem gebeld. Dus ik denk, ja, het kan iets zijn voor het kantoor of zo. Dus ik neem wel gewoon even op. Want gisteren vandaag ben ik in totaal 6 keer anoniem gebeld. Dus ik denk, oh, het is wel dringend. Dus ik neem wel even op. Zegt hij zijn naam. Zegt hij, ik wil mijn excuses aanbieden. Want ik heb je de laatste best wel vaak gebeld. Waar ik je uit ging schelden. En hij wilde sorry zeggen. Hij vond het niet netjes wat hij gezegd had. En wat voor dingen. Ik kon me even niet zo goed plaatsen wat hij dan gezegd had. Ik had ook gevraagd van ja, weet je nog wat je gezegd had? Want ik word later best wel vaak gebeld. Met haat, zeg maar. Hij zei, ik wil het eigenlijk niet meer herhalen. Ik zei, nou ja, ik weet oprecht even niet waar het nu over gaat. Hij zegt, nou, dat is een goed teken. Dan heeft hij niet heel veel gedaan. Ik zeg, nou ja, boeit me ook niet zoveel. Maar netjes van je dat je even je excuses maakt. Wat? Ik ben echt in shock wat hier net gebeurde. Iemand zegt gewoon, sorry. Vind ik echt fijn. Ik vind het echt schattig. Ook al heeft hij me uitgescholden, boeit me niet meer. Ik vind het gewoon schattig dat hij sorry zegt. Ik ben echt een persoon die niet lang boos kan zijn op mensen. Ik kan ook nooit ruzie maken en zo. En nee, ik hou er niet van. Ik wil gewoon met iedereen goed zijn. Ook al hebben ze mij het leven zuur gemaakt. Als ik geen sorry tegen mij zeg, is het wel weer goed. Het gaat natuurlijk om waar het om gaat. Het ligt eraan waar het natuurlijk om gaat. Maar ik ben er echt gemakkelijk in. Maar niet nu mijn leven zuur gaan maken en dan sorry zeggen. Zo werkt het niet. Maar ja, ik ben niet de moeilijkste. Ik ga even lekker ijsje bakken. Met rucola sla en kipfilet. Heerly. Heerlijk broodje met ei. Stel scherp, kipfilet en rucola sla. En een glas water. Ik merkte vorige week, toen was ik echt op mijn hoogste level ziek. Omdat ik zoveel keelpijn had, was ik zoveel water aan het drinken, omdat het gewoon zo fijn voelde in mijn keel.
En mijn huid was gelijk echt top. En toen deed ik dat echt even een paar dagen niet. En nu is mijn huid weer gefokt op. Dus ik wil echt weer gaan beginnen met meer water drinken. Dus ik dacht, misschien laten we een challenge aangaan met z'n allen. Misschien kunnen mensen meedoen met mij. Gaan we het samen doen. Ik heb mijn derde glas water vandaag. Normaal gesproken, ik zeg jullie eerlijk, ik drink echt veel te weinig water. Ik hou van water, maar ik vergeet het gewoon. Op dagen dat ik sport, drink ik wel genoeg water. Want in de sportschool wil ik echt zoveel water drinken. Dat vind ik zo fijn als ik zweet. Maar ik vergeet het gewoon vaak. Dus laten we het met z'n allen doen. Ik probeer zo vaak mogelijk te filmen als ik water drink. En dan moeten jullie dat ook doen. Ik ga lekker genieten van een broodje ei. Zin in. Nog een half glaasje water, jongens. Ik plas zoveel 's nachts. Laat staan als ik deze challenge aanga met jullie. Ik slaap niet meer. Maar ik heb vannacht ook niet geslapen. Door mijn koppijn. Echt niet normaal. Maar ik voel me eindelijk weer beter. Ik denk echt door die ibuprofen en die paracetamol die ik naar binnen heb gewerkt. Maar nog een nieuwe bestelling binnen trouwens. Dus ik ga straks even lekker inpakken. Want ik onderschat het altijd hoe lang het eigenlijk duurt inpakken. Het is nu wel bijna 2 uur. Ik moet 5 uur op de post. Dat gaat wel lukken. Maar toch, je weet het niet. Er is een nieuw item binnengekomen voor de webshop. Eigenlijk ligt het hier al een tijdje. Maar ik was natuurlijk op vakantie. Ik had het lekker besteld. Zodat als ik terugkwam. Dat er nieuwe sieraden binnen waren. Mijn camera is een beetje aan het verschuiven en zo. Dus ik heb nieuwe sieraden voor de webshop. Dus ik ben heel erg excited. Ik wilde echt wel een tijdje weer sieraden in gaan kopen. Maar ik stelde het telkens uit. Maar I did it. Dus ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan gaan vinden. Dus ik ga alles gewoon eventjes lekker bij langs. En let zien wat de nieuwe sieraden zijn. Als eerste hebben we dus nieuwe ringen. Deze vind ik echt super gaaf. Deze heeft namelijk een smiley. Een roze smiley. Even kijken welke maat het is. 17. Als ik maar 1 maat vind, dan ga ik hem omdoen. Want ik wilde hem sowieso houden. Ik denk dat ik hem om de middelvinger wil gaan doen. Nee, in ieder geval die. We hebben nieuwe kettingjes. Deze vond ik heel gaaf. Deze heeft namelijk een handboeien. Handboeien en uit een heel mooi schakelbandje. En dan heb je dus handboeien als... Ik vind dat ook wel weer iets zo van een soort van vriendschapslogo of zo. Omdat je zeg maar zo verbonden zit aan elkaar. En ik vind het wel grappig. Ik heb het nog niet eerder gezien. Dus ik dacht super leuk om te gaan verkopen natuurlijk. Daar heb ik een paar van ingekocht. Dus hier kunnen jullie binnenkort lekker shoppen op de webshop. Welke nieuwe oorbellen. Deze vond ik zelf wel heel erg gaaf. Ik denk dat ik ze zelf ook wel in ga doen. Is een wat dikker ringetje met een wit pareltje eraan. Ik vind dat zelf echt super mooi. Dus wie weet dat ik ze in ga doen. En nog meer oorbelletjes. Dat zijn namelijk deze. Ze lijken wel een beetje op de oorbellen dat ik in heb elke dag. Maar dan in het zilver en dan ietsje dikker en wat kleiner. Ik vind ze wel echt heel erg mooi. En die hebben we dus natuurlijk ook nog in het goud. Deze. Ook goud dus. Ook super mooi. En we hebben dus ook... Ik dacht eigenlijk dat het een beetje hetzelfde formaat was. Maar deze zijn echt wel een stukje groter weer. Ook wel echt heel erg leuk. Misschien ook om samen te combineren. Het zijn ook weer van die vierkanten, maar wel langer. Ik weet niet of je van de achterkant beter ziet. Zoals je ziet, dat zijn de oorbellen. En ik dacht misschien dat je ze zo achter elkaar in kan doen. Dat kan op zich wel leuk zijn. Dat je zeg maar die grote voordoet. En dan die kleine gouden... Daar weer achter. Nou, in ieder geval super leuk. Maar deze zijn ook nog heel erg leuk. Dus ik moet gewoon even gaan kijken wat ik het mooiste vind om in te doen. Dan hebben we ook nog nieuwe kettingjes. Met over van die witte pareltjes. Ik dacht heel erg leuk in combinatie met deze oorbellen dus. Dit is aan de onderkant een klein sterretje. En dit is gewoon goud met witte kleine pareltjes. Ik vond hem echt heel erg schattig. Alles is roestvrij staal. Dus ik denk dat het niet verkleurt. We hebben die oorbellen met pareltjes ook nog in het zilver. Ook super leuk. En deze grote oorbellen ook nog in het zilver. Even kijken of je het goed kan zien. Je weet welke ik bedoel. Die had ik net ook in het goud laten zien. Nieuwe ringetjes. Namelijk deze. Super schattig met van die kleine bloemetjes. En die hebben we ook nog in het goud voor de webshop. Super leuk. Even kijken, hebben we hier verder nog wat nieuws. Deze ring. Ik weet niet of je het goed kan zien. Ik weet niet of je het goed ziet, maar het is dus een hartje met een paars, lila, licht paars.
diamantje erin. Dus die vond ik zelf ook heel vet. Het is even wat anders dan anders. En dus die met die roze smiley. Ik hoopte dat ik die roze smiley ook nog met een witte smiley heb besteld. Maar dat heb ik dus niet gedaan. Dus dat is wel jammer. Ja, dat is alles. Ik ga even kijken welke sieraden ik om ga doen. En ga ik het laten zien aan jullie. Oké, als eerste heb ik deze ringen om deze hand. Dit is de nieuwe smiley ring. De middelste heb ik al, dus de klaverring. En die andere, deze vinger, is onze snake ring. En dan heb ik om deze vinger heb ik allemaal nieuwe ringetjes. Behalve deze. Dit is de eyecatcher. Dit is een nieuwe met een paars hartje. En dit is een nieuwe met van die leuke bloemetjes. Dus ik vind het helemaal leuk. Als oorbel heb ik nu de tweede, de nieuwe gedaan. Deze hebben we al. Volgens mij is je op het moment wel uitverkocht. Deze. Ik twijfel of ik het dus zo hou. Of dat ik er nog wat grotere voor ga doen. Ik denk dat ik het gewoon even in ga doen. En even gaan kijken hoe het staat. Want anders vind ik dit eigenlijk ook wel heel erg mooi. Dus deze even proberen. En nu heb ik het zo. Ook super leuk. Alleen ik denk dat ik dit toch leuker vind voor een feestje. Of niet? Ja, op zich is het ook helemaal niet zo overdreven. Maar het voelt gewoon overdreven. Omdat ik al kleiner in heb. Ik ga het gewoon zo houden. En als ik een avondje wat leuks ga doen, dat ik hierin doe. Dat ik zeg maar een soort van speciale oorbel nog heb. Ik vind het mooi. Ik ga even snel een foto maken hiermee voor de Insta. Ik vind het mooi. Oké, ik heb toch even die grote in. Ik ga het gewoon even een dagje inlaten. En kijken of ik me eraan irriteer. Omdat ik het eigenlijk wel leuk vind. Ik vind het eigenlijk wel leuk namelijk. Maar wel heftig. Dus ik ga het gewoon even aankijken. En nu gaan we een nieuwe ketting toevoegen. Ik heb nu het nieuwe kettingje om met die witte pareltjes en dat sterretje. En nog een kettingje die ik niet verkoop. Die heb ik samen met Tirza, een soort vriendschap kettingje. Dus dat zijn de nieuwe sieraden. Helemaal leuk. Ik moet nu echt gaan inpakken. Het is inmiddels om 2:30. En ik ga het even opruimen hier, want ik heb al die sieraden nu overal liggen. Dan ga ik lekker inpakken. Ik heb ook nog een soort houdertje gehaald waar ik dus alle ringetjes in kan doen. Hoe leuk. Als ik hier alle ringetjes omheen ga doen, dat is toch te cute. Straks op mijn nieuwe kantoor allemaal van dit soort settingjes. I like. Ik ga ze eventjes vullen met de ringetjes. Kijk naar hoe schattig. Dit is toch te leuk. Als ik straks nog meer nieuwe ringetjes heb om dat allemaal daar zo leuk neer te zetten. Ik vind het echt leuk. Ziet er heel erg cute uit. Ik heb weer wat leuke bestellingjes ingepakt. Hier ook nog een afvalpakketje. Die komt over een kwartiertje. Dus alles is weer klaar. En ik ben natuurlijk alleen thuis. Dus dat betekent afwasmachine legen en vullen. Op dit moment moet ik het legen. Mijn ouders hebben het wel aangezet, maar ik moet het even legen. Dan mijn eigen spulletjes erin. Helemaal chill. Pakketjes zijn gelabeld. Ik heb even een klein boodschappenlijstje gemaakt. Ik dacht, ik ga misschien morgen eventjes boodschappen doen. Omdat ik vanavond blijkbaar met mijn oma ga eten. Ik heb me net even gebeld, want mijn oma was vorig jaar jarig. Toen was ik ziek, dus niet gekomen. Dus ik dacht, ik feliciteer er even. En ik vraag of ik ergens deze week even langs kan komen. En dat we even samen kunnen eten. Dat gezellig. Schil me weer boodschappen ook. En dan kan ik lekker bij mijn oma eten. Dat is natuurlijk hartstikke gezellig. Ze zei ik kan vanavond komen. Mijn neefje en nichtje eten daar toevallig vanavond ook. En mijn tante, dus dat is wel gezellig. Dus ik ga nu eerst even boodschappen doen voor morgen en de rest van de week. En dan moet ik ook even tanken trouwens. Mijn tank is ook bijna leeg van mijn auto. Ik begin nu weer hoofdpijn te krijgen en moe te worden. Ik merk dus gewoon heel erg sinds ik dus corona heb gehad. Dat ik die symptomen heel erg heb. Dus heel snel hoofdpijn, heel snel vermoeid. En ik heb er echt extreem last van. Dus het is echt wel heel kut. Ik heb zeg maar het elke dag rond 4 uur dat ik echt een dutje moet doen. Dat heb ik de afgelopen week ook wel gewoon gedaan. Maar ik wil het nu eigenlijk niet gaan doen. Want ik moet nu wel gewoon die pakketjes wegbrengen. Boodschappen. En dan ga ik ook alweer naar mijn oma. En ik ga vanavond zwemmen met Luna. Zin in. Maar dan moet ik wel even wakker blijven. Dus ik denk dat ik nu nog even een paracetamol erin douw. En dan lekker naar Leeuwarden gaan om boodschappen te doen. Leuk! Even een stukje vlees zoeken. Ik ben nu bij de Aldi, ben ik nooit. Dus lastige shit. Ik ben weer thuis van de boodschapjes. Ik heb boodschappen gedaan bij de Aldi. Normaal gesproken doe ik het altijd bij de Jumbo. Maar de Aldi zat naast de Jumbo. Dus ik dacht, hey, laat ik dat eens proberen. Misschien is dat wel veel voordeliger. Volgens mij is het echt een stuk voordeliger. Maar de mandarijnen en zo, het zag er allemaal gewoon echt heel smerig uit. Dus ik heb allemaal mandarijnen en zo heb ik gewoon laten liggen. Dus dat is wel zonde. Maar ja.
Ik denk dat ik het weekend wel weer een boodschap moet doen. Dus dan zien we het wel. Ik ga straks even een kleine shoplog doen. Dat is misschien wel leuk. En daarna ga ik me omkleden voor het zwembad. Want ik slaap bij mijn. Ik eet bij mijn oma. En daarna ga ik gelijk door naar het zwembad. Dus even een badpak aandoen of een bikini. Even kijken wat chill is met baantje zwemmen. Ik heb een badpak. Ik moet even kijken of ik die nog pas. Ik ga een shoplog doen, want ik kan me op geshopt snel. Als eerst chips. Altijd goed. Een broccoli. Brosse koekjes. Drop snoepvegers. Oh mijn god. Eieren. Ik hou echt van broodje ei. Een pizza. Ik dacht vanavond ik niet zin om te koken. Altijd weer. Kookworst. Ik ben echt gek op de kookworst van Aldi. Echt zo lekker op een bolletje of zo. Ik heb alleen geen bolletjes gehaald. Ik zag wel dat we nog 4 afbakbroodjes hebben. Dus dat is ook heel erg lekker daarmee. Kaas. De kaas van de Aldi is mijn favoriet. Ik zweer het. Ik lust bijna geen enkele kaas. Behalve de kaas van de Aldi. Appelmoes voor bij de broccoli. En voor bij de krieltjes. En voor bij de vlees. Dat is zeg maar iets wat ik een avond ga eten. Dat kan ik 2 avonden eten. Want ik heb genoeg aardappeltjes voor 2 dagen. Genoeg broccoli voor 2 dagen. En 2 stukjes vlees. En dan heb ik ook nog kipswarmen gehaald. Super lekker voor tussen de wraps. Ik had nog paprika thuis en ik had nog wraps thuis. En ik had nog sla erbij gehaald voor tussen de wraps dan. Dus dat is ook lekker voor 2 avondjes. En dan eventueel nog een avond dus die pizza. Nog wat koekjes. Ik dacht ik kan beter gewoon, als ik ga snacken, gewoon al wat vingers of zo eten. Daarom had ik dat gehaald. Ik kan natuurlijk een beetje, maar ik ben best wel snoeperd. Dus ik kan beter dat halen dan allemaal Maltesers en zo. Dus dat heb ik gedaan. Maar hier ging ik ook alweer mist in. Een paar paaseitjes. Vanillejoghurt voor de ochtenden. En voor de middag vind ik het ook heel erg lekker. Bakboter. En 3 Pink Lady appels. Dus op zich vind ik het best wel netjes. Ik heb natuurlijk wel wat snoepjes en koekjes gehaald. En chipjes. Maar voor de rest best prima toch. Het was 34 euro kwijt of zo. Dus dat is top. En ik wilde nog even tanken. Maar ik kwam dus bij dat tankding. En er stonden denk ik iets van 7 auto's in de rij. En dat ga ik niet doen. Dus ik ga vanavond zwemmen. En dan ga ik daarvoor of daarna. Ik denk daarna gewoon even tanken. Want hij zegt 2 streepjes. Dus dat lukt wel. Maar ik kan niet meer rijden. Ik heb dus de 2 weken eigenlijk niet gereden. En het is een drama, jongens. What the fuck? Ik dacht, dat verleer je niet. Maar ik heb natuurlijk best wel kort mijn rijbewijs. Dus het was echt een drama. Echt erg. Dus ik hoop dat ik even wat, als ik wat meer ga rijden, dat ik het weer, goed leer. Daar ga ik wel vanuit. Maar ja, het was echt even kut. Even zweten. Maar het is gelukt. Ik ga even bikinis passen. Een bad pakken. Het is toch de favoriete bikini van mij geworden van Shein. Ik dacht misschien mijn nieuwe badpak van Lovis, maar nee, helaas. Hij is wel heel leuk. Ik heb er nu die grote oorbellen in en ik begin er al aan te wennen. Ik vind het eigenlijk super leuk. Alleen ik ga met Sama toch even die kleintje doen. Geen idee, dus ik blijf hier ergens achter haken of zo, weet ik veel. Ik heb echt zin om weer even lekker te zwemmen. Ik heb alleen wel echt weer koppijn. Het is echt weer terug. Het ging een beetje beter door de paracetamol en zo. Maar ik heb nu al 4 paracetamolletjes gehad vandaag. Ja, ik merk gewoon echt aan mezelf dat ik gewoon niet echt helemaal op de wereld sta. Of zo. Ik weet niet hoe ik het uitleg, maar ook met autorijden. Ik ben gewoon wat vaagjes allemaal. Het is wel een beetje gevaarlijk misschien. Maar ik merk het gewoon aan alles. Het is gewoon heel kut. Dus misschien dat ik nog 2 paracetamolletjes meeneem naar mijn oma. Dat ik het na het eten kan nemen voordat ik ga zwemmen. Maar ik ben er gewoon klaar mee dat ik me zo voel. Ik voel me nu al 2 weken ziek. Het is toch nu wel gewoon genoeg geweest. Ik denk dat ik mijn mascara er ook alvast even afhaal. Want altijd met zwemmen dan zit het overal. Dan doe ik deze mooie grote oorbelletjes morgen weer in. Dus ik heb nu heb ik het dus zo. Ook leuk. Maar ja, boeien, niemand die me ziet. Maar het is meer dat ik eventjes niet die grote dingen in heb. Ik denk dat ik straks al naar mijn oma ga. Mijn nichtje komt later. Want die moet nog stage lopen tot 6 of zo. Maar ik ga wel vast. Het is wel gezellig even. Maar oh, waarom voel ik me zo slecht, man? Echt helemaal klaar mee. Gaan we.
Ik heb even lekker gegeten met mijn oma. We hebben haché gegeten. Niks gefilmd. Ik ben nu bij de tankstation. Ik heb mij volgegooid. 65 uur iets. Is hij helemaal vol? Volgens mij was hij ook helemaal leeg. Want ik kreeg net een melding. Echt net toen ik naar de tankstation reed. Ik moet zo fucking nodig pissen. Want ik dus al van water drink. Wat ik dus vertelde. Dus ik ga heel snel naar het zwembad. Want ik moet heel nodig passen. En mijn koppijn is helemaal terug. Echt fucking kut. Ik heb net even 2 paracetamol gehad. Ibuprofen. Moet pissen, ik ga snel. Nou, we zijn bij de blauwe golf met Luna. Alleen we hebben dus geen 20 cent mee. We moeten dus voor de kluisjes. We moeten 20 cent. Ja. We moeten misschien eventjes vragen of we 20 cent kunnen wisselen of zo. Maar ja. Oh, kut. Zou ik dat doen? Ja, is goed. Hebben jullie vaak gezwommen? Baantjes zwommen? Ja. Ja, elke dag kunnen we aan het doen. Ja, stom. Ja, is goed. We gaan denk ik geen baantjes zwemmen hoor, want. Ik ben niet fit. Ik heb zo'n hoofdpijn. Echt niet normaal. Dus we gaan denk ik gewoon lekker in het bubbelbad. En lekker rondrennen. Lekker spelen. Super zin in. We hebben lekker gezwommen hier bij de blauwe golf. En we gaan nu even lekker eten. Super goed. We zijn echt alleen maar in de Pepsi Max. Ja, ik heb gewoon normale cola. We hebben gewoon lekker in de bubbelbad gechilld de hele tijd. En in de draaikool, hoe noem je dat? Ja. We hebben nu lekker patat besteld. We moesten even bijkletsen. Ja, het is wel chill. Gaan we echt vaker doen. Ja. Lekker. Vond je nu ook beter? Dat niet. Ik heb wel echt koppijn. Kut. Heel kut. Kut. Hij overstoot. En dan moet je het inzoeken. Fuck veel ook. Ja, dankjewel. Ja, dat met de kampvuur was al dat vond ik ook wel. Het is irritant, kuttig rietjes. Kuchton. Ik kan beter zonder rietje doen hoor. Ik was er weer eens dracht en het voelde gewoon zo schroef. Ja, gewoon plastic rietjes. Gewoon tickets afhalen bij de kassa. Leuk. Oh, ook pop, niet zoals bij de nieuwe partij of zo, maar gewoon een scheppen je popcorn. En ook gewoon van die bekers. Nou, weet je wel, zo'n draai in een keer zijn. Ja. Zo'n tap inderdaad, zo'n Pepsi. En gewoon die fris. Weet je wel, gewoon echt. Ja, dat is leuk. Gaan we een keer doen. Yeah, bon appetit, honey. Ik ben weer lekker thuis. Het was echt heerlijk om even te zwemmen. Ik ga nu gewoon lekker bed in. Omdat ik vandaag zo'n hoofdpijn heb, wil ik gewoon lekker even een goede nachtrust draaien. Het is nu ongeveer 10 uur, denk ik. Nee, 10:30 alweer. Natuurlijk, zwembad ging om 10 uur dicht. Ik ga lekker mijn gezicht wassen. Ik ga even mijn bleekzetje weer in mijn doen. In mijn mond. Lekker mijn tandjes leken. Nou, morgen weer een lekker dagje werken. Morgen ook even de Chiquel shop nog. Ik heb namelijk een heel leuk pakketje ontvangen. Dus die ga ik morgen lekker openmaken met jullie. Helemaal zin in. Dus ik ga gewoon lekker weer doen met de dagvlog. Dus ik hoop dat jullie dat weer leuk gaan vinden. Abonneer om geen enkele dag van mij te missen. Abonneer. Like. En dan hoop ik dat ik jullie morgen weer zie bij de volgende dagvlog. Lekker slapen.